Schepen, geacht publiek, beste muziekliefhebber. Vanavond brengen wij u een gevarieerd programma met muziek voor de advent door de eeuwen heen. Met als feestelijke afsluiter, en dit mag ik toch wel zeggen, een wereldpremière van een speciaal voor ons geschreven kerstsuite van de hand van componist Jan Koek. Hierin zal u ongetwijfeld enkele deuntjes horen die u bekend in de oren klinken. Daar er enkele korte stukken tussen zitten, willen wij u vragen om uw applaus op te sparen tot het einde van het concert. Ik sprak daarnet over ons jubileumconcert, want ons koor mocht dit jaar exact 50 kaartjes uitblazen. Een concert met een gouden randje dus. Als Burgse vereniging mochten wij al die jaren rekenen op de steun van onze gemeente. En ook nu weer mochten wij beroep doen op de logistieke en financiële medewerking van het gemeentebestuur, waarvoor nogmaals onze dank. Na het concert wordt u van harte uitgenodigd om in het cultureel centrum Het Waaihat, hier op de hoek van het kerkplein, verder met ons te vieren. Wij voorzien daar een kleine academische zitting. Bij vertoning van uw toegangskaart van dit concert ontvangt u trouwens één gratis drankje. Er rest mij u enkel nog een aangename avond toe te wensen en hoop u na afloop van het concert terug te zien. Vergeet tegen dan niet uw al dan niet slimme gsm terug aan te zetten. Vocamuse wordt begeleid door Ilse Strohand aan de piano en staat onder kundige leiding van dirigent Dimitri Goethals. Thank you.
Jullie zijn ongetwijfeld naar hier te komen om te luisteren en om te kijken en om te genieten. Maar ik ga er nog iets aan toevoegen. Wij verwachten van jullie dat jullie gaan zingen. Op het moment dat ik mij omdraai, je gaat ongetwijfeld horen over welk thank you.
aantal veroordelingen staat er één. Nee, sorry, geen. Dus, Louis, ik met dit formulier in de hand zou ik zeggen, ben ik echt gemachtigd om u een ereteken te overhandigen. Ik ga het er even bij nemen, het zit nog in een zak. Nu, Louis, het is een mooie medaille, of een mooie, kijk eens. Ik ga ze ontspellen. Dus ik moet nogal eens dikwijls bij de genietroepen zijn hier in het leger. En daar zijn er mensen die helemaal vol hangen bij. Maar daar is wel alle ramen. Maar bij u zal het er eentje zijn, maar het is toch een hele mooie. December 2017. Verstaat iedereen mij? Verstaat 80% van de aanwezigen? Dan heb ik al contact. Er werd mij door het bestuur gevraagd een woordje te zeggen als afsluiter van ons jubileumjaar. Dat het bestuur dit aan mij overlaat, getuigd van een verregaande roekeloosheid en een ongelooflijke naïviteit. Slechtspreker als ik ben, heb ik alles op papier gezet. Het voordeel daarvan is, je kunt alles netjes voorbereiden om niets vergeten te zeggen. Het nadeel, je kunt achteraf niet stamelen dat je sommige zaken zo niet bedoeld hebt. De gevoelige luisteraar kan er nu ook nog altijd de zaal verlaten. Ik zette mij dus met veel ijver, indachtig dat we 2017 zijn, achter de computer, maar ik gebruikte te vaak de toets delete en het scherm bleef akelig wit. Ten einde raad en na heel wat slapeloze nachten teruggegrepen naar pen en papier. En dat ziet er zo uit. Want dat is waarschijnlijk het laatst geschreven verslag in uw leven dat je nog zult zien. Ik speelde met de gedachte om het mij gemakkelijk te maken en om u een volledig overzicht van de geschiedenis van het koor te geven, gewoon de 50 jaar verslagen af te lezen. Maar praktisch was dat niet haalbaar. De eerste verslagen, en we zeggen en schrijven 1967, van het Midden-Nederlands omzetten naar de huidige spelling was haast niet te doen. En met een gemiddelde van 20 minuten per verslag kom ik aan 1000 minuten of een kleine 17 uur. En dat wil ik u niet aandoen. Een wijs man uit een buurgemeente, en het was niet Kruibeke, waar hebben ze hem toch gevonden, weet ik niet, gaf me de raad, schrijf een inleiding en een slot. En zorg dat die twee niet te ver uit elkaar liggen. In 1967 nam Dries de Kind, die legend van het sinds eeuwen bestaande mannenkoor, het euvele besluit om de deur van het Hoogzaal open te stellen voor het vrouwelijk schoon. Alzo de wet op de discriminatie te vroeg afzijnde. Er moest uiteraard ook aan een nieuwe naam gedacht worden. En na heel wat gebrainstorm, eindelijk is een Engels woord, kwam ik met een volledige nieuwe naam op de proppen en werd het Sint-Cecilia-koor omgedoopt tot gemengd Sint-Cecilia. Een gewaarde keuze. In de loop der jaren vielen er meer en meer Sinten van hun sokkel
En in 2004 hield de heilige Cecilia bij het Burgerkoor voor bekeken. En gingen we verder onder de naam Focca Muse. Na Dries, die Burg muzikaal op de kaart heeft gezet, was het een komen en gaan van dirigenten. Dirk van Kronenborg, Erik de Marbij, Willem van de Weert, Benoit, die zijn doortocht was van zulke korte duur dat ik zijn voornaam ben vergeten. Frank de Moor en Dimitri Goedals. Het waren soms woelige tijden, maar we bleven overeind. We zongen in gewijde ruimtes en in oorden van verderf. Je moet ze zelf maar langskikken. Kapellen, kerken en kathedralen. Kastelen, culturele centra, universiteiten, het sportpaleis. En we lieten de blauwe zaal van de Singel vollopen. De Lotto Arena en Tomorrowland hebben we niet gehaald. Zoals je ziet traden we ook op buiten onze gemeentegrenzen. Niet van Afrika tot in Amerika of van de Himalaya tot in de woestijn, maar toch van in Limburg, Lommel, tot aan de kust. We droegen ons steentje bij tot het welslagen van de verzustering met Ietstein. Het was telkens een hele plus om de reis naar de Taunusgebergte te organiseren. En wanneer de Ietsteiner kantoraar hier op bezoek kwam, was het ook niet eenvoudig om gastgezinnen te vinden. Maar we slaagden er toch in. Ik ga hier zeker geen opsomming geven van al onze concerten. Die zijn trouwens in het programmaboekje vermeld. Er zijn er nog altijd te koop. Nu aan een sterk verminderde prijs. 2+1 gratis. We hebben ten andere altijd in het openbaar opgetreden. Vraag het dus aan hen die ons gehoord hebben. Meer dan 2000 jaar geleden heeft dat ook eens iemand gezegd. Maar die hebben ze aan het kruis genageld. En zo wil ik niet eindigen. Maar, aan ieder optreden gaan de wekelijkse repetities vooraf. En die beginnen voor mij om 7:50, om zeker niemand in de kou te laten staan, om dan om 7:50 de eerste pannenkoeken te bakken. Er is tegenwoordig nogal wat te doen over grensoverschrijdend gedrag. Maar wij worden tijdens de repetities aangezet tot ontucht. Want we moeten regelmatig van partner wisselen. Leg dat thuis maar eens uit. Gelukkig moet de heilige Cecilia dat niet meer meemaken. Er zijn ze nog van die eigenaardigheden. Medeklinkers uitspuwen. Op de repetities valt dat nogal mee, omdat we op één rij zitten. Maar bij uitvoeringen staan we eens op de eerste rij. Een partituur stevast bij het slot beginnen lijkt me ook geen evidente keuze. Wat is er toch mis met die eerste noten? Dat heeft na zoveel jaar zijn gevolgen, want ik lees de gazet. Ja, in Burg hebben ze geen dagblad of geen krant, maar een gazet. En ik lees die nu ook al van achter naar voren. 6 dirigenten heb ik overleefd. En toen in 2003 Dimitri de dirigeerstok overnam, dan dacht ik, als die hier weggaat, dan kan ik ook stoppen met het koor. Maar ik kreeg hem niet weg. Ik zit er iets jaren te wachten op een C4 en een degelijke ontslagvergoeding, maar het werd mij niet gegund. Laatste blad. Nu ik verdwijn uit het koor, kan ik nog iets oplichten. Als er bij de bassen niet altijd alles juist werd gezongen, keek Dimitri soms geïrriteerd in mijn richting. Maar Dimitri, het was niet altijd mijn schuld, want ik zing die aardsmoeilijke vocalises al jaren niet meer mee.
voor mij echt tijd om te stoppen, want anders word ik een rariteit. En ik krijg dan een onoverbrugbare achterstand in de petanque en bingo clubs. Ik zal nu ook terug zelfstandig moeten leren ademen, want nu is het gedaan met de koorademhaling. Natuurlijk heeft dat laatste ook zijn nadelen. Zit maar eens tussen twee look-etende collega's. Gelukkig valt dit bij de bassen nogal mee. Maar oei, als je tenor bent. Ook een concert wordt voor mij problematisch. We plaatsen altijd de hoei van achter en de schoen van voor. Maar als de stem het laat afweten om achteraan in steun te staan en botox helpt niet meer om vooraan post te vatten, dan is de keuze vlug gemaakt. Ik kom nu op de lijst van ex-co-leden en die is indrukwekkend. Daar kunt je goed vier koren mee vormen. Maar of het vier goede koren zullen zijn, dat is nog maar de vraag. Ik zal nu dinsdagnacht door de straten gaan dwalen. De klank van het koor op mijn ziel amoureus. Tot slot wil ik de vele dirigenten en collega's bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat ik als volslagen muzikale analfabeet toch ongelooflijk mooie dingen heb kunnen meemaken. Als tegenprestatie heb ik er dan wel voor gezorgd dat nooit iemand in de kou bleef staan, dat iedereen een stoel had en dat er licht was in de duisternis. Dank u wel. O Sint Cecilia, menig aria heb ik voor u gezongen. De moeilijkste noten heb ik voor u bedwongen. Voor mij blijft gij de patrones van de muziek en zang. Maar 50 jaar was ook voor u te lang. Ge hield het in berucht voor bekeken en gaf het koor in handen van de leken. Men zocht koortsachtig naar een andere muze en het werd uiteindelijk Focca-muze. 50 jaar heb ik u trouw gediend, maar ik heb er geen rotte flank aan. Ik heb altijd gezongen met overgave en plezier. Maar geef mij nu toch alstublieft mijn C4. Je had het misschien al vroeger moeten doen, maar nu ga ik genieten van mijn muzikaal pensioen. Maak er nog een prettige avond van.